krijgt er wel een mooie reet van het schaatsen. Ja, hè? Nou, vat dat maar op als compliment. Ja, dat is wel een beetje raar om te zeggen. Ja. Hier hebben we ook een paar zwarte en een paar bruin. Ik vraag me wel even af, voor wat moet ik vandaag opstaan? Want daar hebben we geen zin. Nee? Nee. We hebben toch net al besproken wat we gaan doen vandaag. Wat gaan we doen dan? Skiën. Wat zei je? Skiën. Waar gaan we dat doen? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat is leuk, hè? Dat heb ik echt heel lang niet meer gedaan. En we hebben nu professionele skiers. Professionele? Oh, gaaf. Gaaf. Het is mooi weer ook buiten. Het is echt mooi weer. Maar ontbijt is klaar. Mm-hmm. Meen je niet? Wie heeft ontbijt gemaakt dan? Nicole. Oh, lekker hoor, Nicole. Nicole! Hey, hallo. Ik moet steeds gewoon Marcel nemen voor de zekerheid. Ja? Heb jij ontbijt gemaakt? Ja. Ik ben bijna klaar, dus je moet wel uit bed komen. Bijna klaar? Bijna klaar, met 2 minuten. Dus ik moet uit bed? Ja. Ja, verdomme. Ja, sorry. Oké. Ga je dat water nog gebruiken? Ik weet niet hoe deze werkt. Zie je? Dat is jammer. Je weet niet hoe die werkt? Nee. Niet op mij. Doe je dat toch gewoon echt? Ja, dat klept een veer. Wow, deze schiet echt hard, hè? Yep. Ik weet zeker dat ik jou kan raken via die muur. Als ik mijn hoofd niet wegtrok, had ik hem in mijn oog gehad. Oh mijn god. Zo hoorden jullie dat. Sowieso dat de kijkers dat hoorden. Hij kwam tegen die muur zo tik en toen keihard hier weer. Ja, en eigenlijk tegen mijn hoofd. Maar ik deed zeg maar zo. Dit ding schiet echt abnormaal hard. Dat is echt bizar. Nou, als je niet opschiet, schiet ik in je hol met dat ding. Pardon? Wat? Ik ga jou raken via de muur. Je raakt jezelf. Ja. Oh, ziek, hè? Oeh. Oh, nekschot. Nu kwam vol in mijn nek. Oh, mijn god. Lelleke natnek. Au. Ik ga opstaan, ik ga opstaan. Myron, kap, dit is mijn wapen. Ik ga opstaan. Aanpakken. Hij doet het niet. Oh, wel. Hebben we hebben hier een oorlog. Oh, shit. Oh,
alles wat ze kunnen. Nicole komt niet zelf terug, maar ze haalt andere op. Ja. De hele gang komt op je af. Nou, gaan we ontbijten. Zal ik even een onderbroek voor je pakken? Nee joh. Oh, weet je nog dat je dit deed als klein kind zo? Ja, en dan zo springen. Ja, ik ben er hoor. Oké. Okay. Oh, ik wil jullie even wat laten zien. Ken je die filmpjes op TikTok? Dat, Ja. Ik weet het nu al. Ja. Ja, dat snap ik. Het is zondag, hè? De rustdag. Lekker aan de ontbijttafel. Shout-out Nicole. Ik heb begrepen dat jij het ontbijt hebt gefixt. Super nice. Duimpje omhoog voor Nicole. Hé, hey, ik heb iets gezien. Ik wil weten of het klopt. Nee, het klopt niet. Nee? Er zit niks in hier. Echt niet? Nee. Oh, ik had gezien dat bij de deksels van de chocopasta, dat er dan hier zo'n mesje in zit waarmee je dat kan openmaken. Nee, helaas, het is een meme. Je bent geprankt. Echt? Ja, ja, net als Lars gisteren was geprankt. Serieus? Ik dacht dat het echt zo was. Oh, het zit eronder. Niks. Wauw, dit is een beetje teleurstellend. Ja, nou, ooit op een dag gaat er wel wat in zitten. Nou, we gaan vaker nog kijken onder die deksel. Misschien komt er ooit nog wat in. Huh? Oké, okay, wat gaan we eens nemen? Hand in de boter. Gisteren is het mij gelukt. In totaal 29 keer. Deze keer zijn Lars en Mees erbij. Dus jullie mogen even kijken. En misschien dat jullie ooit een keer mij willen proberen te verbeteren. Dan mag dat uiteraard. Ik ga het nu een nieuwe poging neerzetten. Een nieuw record. Dit is echt serieuze sport, hè? Oké, 29 keer gisteren, hè? Nicole telt, hè? Ja. Ja? Ja. Hij is wel heel groot deze. Ja? Ja, hij is groter dan gisteren. Oh shit. Komt ie. 1, 2, 3. Jeetje. Ja, zie je, te groot ei. Het is een groot ei. Dat is moeilijk. Maar ik ga een nieuwe poging doen. Ja? Ja. Gisteren gewoon 29. Hey, morgen koken we een klein eitje voor je. Ja, dat is goed. Morgen een nieuwe poging, dames en heren. Ik blijf eens kouden nu. Man. Je wangen zijn zo dik aan de zijkanten. Nicole die wilde heel graag eventjes pingpongen. Nou, top. Gaan we dat doen. Ben je er klaar voor? Ja. Oh mijn god. Een ei.
Doe even een keertje normaal. Ik kom vol tegen mijn borst. Dat was het eitje van gisteren die we hadden gekookt. Oh. Die nog over was. Maar we hebben wel echte pingpongballen. Klaar voor? Nee, niet mijn schoenen. Wel terugslaan, hè? Nee, ik ga hem opeten. Ja? Ik kan het niet, ik kan niet vangen. Ga je hem opeten? Dat kan ik niet. Oké, okay, vangen, ja. Nicole, kom op. Nee, met je mond. Met je mond. Ja? 1, 2. Oh! Dat was wel in de goede richting. Nu hebben we mij. Wie hem het eerst heeft, die heeft gewonnen. Oh, ik kwam met mijn kin op de. Hij is ook al kapot. Ik wacht hem wel, hè? Ja, een klein stukje. Je had hem heel even. Oh! Ja, ik had hem wel heel even in mijn mond. Ja, dit is wel een raar spelletje zo. Oké. Komt ie? Je bent gewoon! Anders kwam je misschien op mijn hoofd. Oh mijn god. Ze deed gewoon dit. Het was gewoon... Ze ontweek hem gewoon. Nou, nog één keer. Als je deze niet kan vangen, hij is nu heel klein namelijk. Je moet goed gooien. Ja, spindakaas. We gaan opruimen. Ja. A few moments later. Oh mijn god, ik ga stuk. Ik hoor in één keer zo kling. Ik heb mijn nagelschaartje, want ik was meteen nagels aan het knippen, heb ik laten vallen in de wc. Zou ik het filmen of niet? Nee. Nee. Ah! Op een of andere manier is het altijd naar, of zoals iemand met zijn hand. Ook is het schoon water, maar het is toch... Ja, het is schoon water, maar het is een wc. Dat is toch raar. Ik liet hem gewoon vallen. Ik heb dat nog nooit gehad. Ik hoor je ook zo zeggen, is het zo'n dag? Ja. Jongen. Ja, ik ben meteen nagels aan het knippen, omdat zo net met iets, omdat ik iets geks deed of zo. Het brak meteen nagel af, zowat. Iets geks of zo? Je was met die ei aan het... Oh ja. Maar dat heb ik echt vaak, hè. Dan doe ik gewoon helemaal allemaal gekke dingen voor de vlog en zo. En dan achteraf dan ben ik overal beschadigd. Ja, je moet er wat voor inleveren. Het is trouwens wel fijn dat ik dit nu eventjes ga doen, want straks gaan we de skilers aandoen. Ja. Zoveel zin in. Ja, ik ook. Super mooi weer. Ja. En we gaan een hele mooie afstand afleggen naar Milan toe. Ja. Dat is wel aardig wat kilometer. Ik ben benieuwd of jij dat gaat, of jou dat gaat lukken. Ik denk dat het ongeveer 10 kilometer is. Is dat ver? Dat is best wel ver. Ja, voor als je heel lang niet hebt geskilerd. Yup. Sowieso als je normaal skilert, zeg maar hoe de meeste mensen thuis skileren met van die hoge skilers. Ja. Dan is 10 kilometer wel echt heel ver. Ik denk zelfs dat het verder is. Ik denk dat het wel iets van 14 kilometer is. Ja, ik wil even mijn telefoon pakken. Dan kunnen we kijken hoeveel kilometer het is naar Milan toe. 11 kilometer. Echt? Ja. Dan hebben we dus... En je doet er met de auto een 16 minuten over. En fietsen doe je er 30 minuten over. En lopend 1,5 uur. Dus hoe lang doen we erover? Nou, je 50 gaat minuten? We gaan, als het goed is, sneller dan fietsen. Zo snel? Ja, als ik... Wat denk je? Dat ik professioneel skileren? Je kan toch ook schaatsen? Dan kan je toch ook skileren? Ja, maar ik kan toch niet 30 minuten half koepend naar Milan toe skileren? Die is gek. Nee joh. Oké, maar... Als, dat is wel een als mooie ik route. Noem, als Kijk, ik... het is gewoon serieus. In één keer gewoon één streep. Zo. Ja, rechtdoor. Echt nice. Dus echt, en ook mooi fietspad. Kijk, als ik normaal skiele, dan skiele ik boven de 30 km per uur. Maar als ik met jou skiel, ik denk dat jij ook wel makkelijk 25 of zo haalt, hoor. 25? 25! Echt? Maar we gaan het gewoon zien. Ja, we gaan het zien. Ik vind en anders gaan we gewoon lekker rechtop. Ik vind het een beetje spannend nu. Ja, dat was een angstgeetje. Mm-hmm. Ja, ik vind het nu een beetje spannend. Ja, maar dat komt goed. Oké. Okay. En anders bellen we gewoon Milan. Kun je ons ophalen? Ja, goeie. Nou, we zijn er helemaal klaar voor, hè? Ja, zeker. Ja, kijk eens even. Maar jij gaat bescherming omdoen, toch? Hé, hey. Ja, lijkt me wel handig. Jeetje, heb je gezien dat ik het schaartje in het toilet liet vallen? Ja, het is wel zo'n dag, hè? Het is zo'n dag. Zien wij er klaar vooruit? Ja, ik zal het gaan als ik jou was. Ja, toch? Nou, top. Wij gaan met z'n tweeën flex skielen.
Het ziet eruit alsof je zin in hebt ook. Ja. Je hebt er wel zin in, toch? Ja, ja, ik heb er wel zin in. Oh, maar je doet het. Maar ik vind het een beetje spannend. Je doet alsof je geen zin in hebt. Nee, ik heb er zin in, maar ik vind het een beetje spannend. Snap ik. Dus. Zet hem op. Ja, zeker doe ik. Oké, let's go. Oké, we hebben de skilers aan. We hebben gefilmd dat we de skilers aandeden, maar de camera is gevallen. En daardoor is al het beeld gewist. Super kut, want het was echt super grappig. Want Enzo die ging pootje over proberen, maar... Ik heb serieus 10 minuten lang opgenomen. Het was echt geniaal, super grappig. Ja. Ik deed de bescherming aan. Die ging 2 keer bijna onderuit. We lachten ons helemaal te pletter. Ja. We lachten ons echt helemaal te pletter. De camera had Myron hier op het randje gezet. En ik wil de camera pakken, hij valt, alle beelden weg. Ja. Het is namelijk zo dat als mijn camera aan het filmen is en hij krijgt een klap, dan valt hij uit. Ja, als hij uitvalt, dan gaat hij opnieuw de geheugenkaart schrijven. En dan wist hij de beelden die je toen aan het opnemen was. Yep. Dus 10 minuten lang aan dik vette lol weg. Dat was echt serieus geniaal. Ik ging 2 keer bijna onderuit. En nu heb ik gemist. Wat heb ik nog meer verteld? Nou ja, nu heb je in ieder geval je skilers aan. Oh ja. Goed wat strak. Ik heb, ja, wat en bescherming, kniebescherming. Ja, en wat ik heb verteld is dat ik heb blote armen. Ik had gehoopt dat er ook nog elleboogbescherming bij zat. Maar die elleboogbescherming die zit er helaas niet bij. Alleen kniebescherming. De skilers die zijn niet van mij. Dit zijn al best wel professionele skilers. Hier achterkant is ook gewoon carbon. En nu is het niet zo, omdat ik best wel snel goed heb leren schaatsen, dat ik ook heel goed kan skileren. Want ik merkte zo net al dat stapje over, een pootje over, best wel moeilijk was. Maar deze skilers die hebben we van de vader van Myron. En jij hebt gewoon je eigen skilers van je eigen periode nog dat je aan het schaatsen was. En in de zomer was jij aan het skileren. Ja, maar 1 keer in de week hoor. Want skileren, als je schaatser bent, de meeste schaatsers vinden skileren echt niet leuk. Oké. Okay. Omdat het, dat ga jij sowieso merken, het kost zoveel meer moeite dan schaatsen. Ja, tuurlijk, logisch. Lekker, je hebt veel meer weerstand, dus je verzuurt veel sneller. En het was wel echt in deze hoeken, dus ik vond skileren nooit zo leuk. Maar nu met jou vind ik het wel echt heel leuk. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. 11 kilometer misschien al echt veel te veel voor de eerste keer, maar we gaan het gewoon proberen. Ik vind wel dat ik er cool uitzie. En nu is het ook zo dat we zijn dus bij de ouders van Myron langs geweest toen wij in het noorden waren, eergisteren. Ja, dat was eergisteren. En toen hebben we dus heel eventjes een bezoekje gebracht, alleen de ouders van Myron waren niet thuis. Dus toen heb ik Sok ook heel even gezien, want die is dus bij de ouders van Myron. En hier zie je een foto van mij en Sokje. Echt super leuk, super schattig. En ik mis Sokje natuurlijk heel erg. Ik had haar al 6 weken niet gezien. Ik zat nog eventjes na te denken. Is het handig om Sok mee te nemen hier naar Huize Knol? Ik denk het niet. Als je kijkt naar alle gekkigheid en zo, dan is het niet handig om Sok mee te nemen. Omdat we zo ontzettend veel gekke dingen doen. En daarnaast is ik heb geen rem. Ik heb geen rem. Ik heb geen rem op mijn skilers. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Oké, jij gaat mij tips geven. Ja, ik ga je leren skileren net als dat ik je heb leren schaatsen. Oké, want er zit zeg maar geen remblok op de achterkant van je skilers. Dit is al moeilijk. Oh, ik voel me wel een beetje een sukkeltje zo. Ah, ik kom wel hoor. Je moet een beetje starthouding. Ja, dit gaat goed. Oh, maar dit is geen fijne weg om op te skileren. We moeten echt zo'n asfaltweg hebben. Dus leek het ons niet handig om Sok mee te nemen. Want Sok die is normaal gesproken aan het slapen in de woonkamer. Nou, zoals jullie weten, daar slaapt Mees op de bank. Dus hebben we Sok maar bij de ouders van Myron gelaten. Die kan daar gewoon lekker tot rust komen. En als de chaos een beetje over is in mijn huis. Ik weet niet of dat ooit nog gaat terugkomen, de rust die ik eerst had. Dan komt Sokje weer terug. Maar dan weten jullie in ieder geval een beetje de status en de situatie van Sok de poes. En die foto van mij en Sok, die heb ik natuurlijk ook op haar Instagram gezet. Super schattig, gewoon van Sok de poes zelf. Brilletje op en dan gaan we er vandoor. We zijn er al vandoor eigenlijk. Ja. Jeetje. Nou, ik heb echt geen zin om te vallen. Daar gaan we. En dan nu officieel. De 11 kilometer is begonnen. Ik denk dat we nu serieus 1 kilometer weg zijn van mijn huis. Dit is zwaar, joh. Met deze skilers, jongen. Dit is echt niet normaal. Ik doe natuurlijk bijna niks meer aan sporten. Normaal gesproken zou ik naar Pim gaan. Zoals altijd 2, soms 3 keer in de week. En dan doen we alles gemixt. Conditie en kracht. En dan gewoon het hele lichaam. Maar nu heb ik gewoon echt alles laten liggen. Ik heb bijna niks meer gedaan. En dan nu in 1 keer dit skileren.
Oh. Maar het is wel even lekker om buiten te zijn. Het is wel echt serieus super chill. Dus Milan, we komen eraan. Het gaat wel eventjes duren. Maar we komen eraan. Oh ja, nu hebben we wel een probleem. We hebben een probleem. Serieus, daar ging een auto. Jij kan niet remmen. Nee, ik kan niet remmen. Kijk, daar was ik dus al bang voor, hè. Hey, ik remde jou nu gewoon helemaal. Ja, daar was ik al bang voor. Dat ik geschept zou worden. Ik heb een rotdag vandaag, alles zit tegen. Als jij me niet had tegengehouden, dan was ik tegen die auto aangeknald. Ik heb geen remmen op dit ding. Ik zei net tegen Enzo, zal ik je even leren remmen? Nee, kom maar goed. Als ik straks moet remmen, dan rem ik wel. En nu was het gewoon... Ja. Ik dacht, dat kan ik wel, maar... Oh, dikke motoren. Het is echt elke keer een beetje wachten op mooi asfalt. Want die kleine klinkertjes en zo, dat is echt niet chill. Myron, die is veel te goed. Die is veel te snel. Ik ben kapot. En zo, laat maar zien hoe goed jij kan skieren. Dames en heren, het is ons gelukt. De laatste meters. Oh, nu gaat hij nog even niet zien. De laatste meters. Oh. Woe. We hebben het gered en we hebben allebei ontzettend veel pijn aan onze poten. Niet normaal. Heb je je skielers uit? Ja. Oh, wat fijn. Ik heb mijn skielen ook uit en ik had al zo'n vermoeden. Ja hoor, een flinke blaar. Ik heb vooral last van. Ja, dames en heren, dat dacht ik al. Maar we moesten het afmaken. Ja. Ik heb alleen last van die voet waar ik al last van had. Krijg je wel een mooie reet van het schaatsen. Ja, hè? Wat? Nou, vat dat maar op als compliment. Ja, dat is wel een beetje raar om te zeggen. Ja, hoe oud was die man? What the fuck? Is gewoon een man van 45. Nee, ik krijg wel een mooie reet van het schaatsen. Ja, bedankt. What the fuck? Ik heb ook wel een beetje een kort broekje aan, maar ik kan je toch niet zo zeggen? Nee, dat kan je niet maken, vind ik, zo in het openbaar. Ja. Tegen iemand die je niet kent. Het is beter dan dat hij zou zeggen van, jezus, wat heb jij een dikke kont. Jezus, wat heb jij een dikke reet, hè. Jezus, wat een vieze vet reet. Maar daarom zei ik ook, vat het maar op als compliment. Precies, daarom. Maar alsnog een beetje gek. Ja. In ieder geval, pijn aan mijn enkel. Mijn hak. Nu voelt het lekker, hè, als je die schoenen dan uit hebt. Ja, maar een beetje te tintelen. Die blaar brandt behoorlijk. Ja, dat snap ik. We gaan sowieso niet terug. Dus Milan moet ons terugbrengen. Ja, we hopen dat hij daar tijd voor heeft. Net zoals met schaatsen is het ook zo met skileren. Het is echt heerlijk om ze uit te doen als je ze uitkrijgt. Oh. Jee. Zo. Daar ook een blaar, denk je? Net niet. Voel me wel inderdaad een heel klein beetje. Een heel klein beetje donker plekje. Net geen blaar, maar mijn andere wel. Oh. Dat wordt even een week niet skileren en dan weer? Ja, dat denk ik ook. Sowieso even wachten tot je blaar weer weg is. Maar 11 kilometer. Voor de eerste keer. Ja, ik zei net tegen jou, weet je wel hoeveel rondjes dat op de ijsbaan is? Ja, hoeveel zijn 25? Ja, 10 kilometer is 25 rondjes. Nice. Dus dan is 11 kilometer... 27,5. Precies. 27,5 rondjes op de ijsbaan hebben we gedaan. Dat is nog best wel veel. Dat is netjes. En hebben we ook best wel snel gedaan. Ja, ik denk 35 minuten. Ik denk ook ongeveer. Je kan het zien, hè, want we hadden Lars gebeld toen we weggingen. Zal ik eens kijken? Ja. 40 minuten. Oké. Okay. Ja, we hebben er 40 minuten over gedaan. Ja, en we hebben eigenlijk alleen maar rechtop geskielerd, omdat en de fietspaden soms echt slecht waren. Ja, dat is wel vervelend. Niet alle wegen zijn goed naar Milan toe. Dus we hebben best wel veel wegen gehad waar je zeg maar, ja, dikkere stenen hebt. Ja, dus en dan trilt het door je hele benen heen. Dat is wel echt heel zwaar. Dus dan gewoon rechtop geskielerd en ja, jouw voeten deden zoveel pijn dat we niet echt in de hoeken konden. Maar hey, dat is de eerste keer, hè? We gaan opbouwen nu, toch? Ja, dat is de bedoeling. Als mijn blaar voorbij is, dan gaan we nog een keer. Ja, dus je vond het wel leuk?
Ja, ik vond het wel leuk, zeker. Mooi zo. Ja, ik vond het ook wel leuk om op zulke skielers te skieleren. Is het echt veel lekkerder, beter, anders? Ja, dan... veel harder. Ja. Ik moet alleen nog even leren remmen. Ja, klopt. Dat ging niet helemaal goed. Oh, dat stoplicht ging echt bijna mee. Ja. Mattia. Hey, kom eens. Hey. Gaat ze liggen, loopt er naartoe, gaat ze weg. Hey. Hey, Mattia. Hey. Kusje. Ja, stinken, hè? Bah, stinkt. Nee, valt wel mee. Nee. Staat mijn oven nog aan? Dat zijn de piepjes van de GoPro, Milan. Oh. Als je deze camera aandoet, de kleine GoPro camera, dan hoor je zo piep, 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 piep. En Milan, staat mijn oven nog aan? We zijn even lekker ijsje aan het eten. Dat is onze beloning. Nice. Geniet ervan. Ik hou een stukje chocola bij jou. We gewoon gejat. A few moments later. Sleep chill. Thanks. Zit je nieuwe vlogcamera? Ja. Dit is even mijn nieuwe vlogstok. Goed geluid. Ja, hè? Ja, het is best wel goed geluid hoor, deze cameraatjes. Maar super chill, thanks. We hebben ook nog even in het zonnetje gezeten bij Milan in de tuin. Dat is ook wel echt heel erg relaxed. Ik heb nog even een dutje gedaan zelfs. Ja. Ja, super relaxed. Gaat het weer een beetje, jongen? Ja, gaat goed. Goed zo. Heel fijn. Hey, thanks voor het rijden naar huis. Want om er weer terug te skileren, daar had ik niet zoveel zin meer in. En dat ging ook niet echt meer met mijn enkel, met die blaar. En die blaar? Ja, heb je het niet gezien? Oh, ik moet even slapen. Wat kut. Oké, okay, we gaan even door. Doei. Even een pleister doen. Ja, komt goed. Ik doe wel een hemd aan. Ja, ik doe een hemd aan. Hoppa, skielers weer mee. Pika, pika! Pika, pika! Ja. Pika, pika! Pika, pika! Ja, ja, ja. Kijk dan, helemaal in de reflectie van mijn computer. Lijkt net alsof... Wow, lijkt net alsof Pikachu in mijn computer zit. Wow, Myron, kom. Kom eens kijken op mijn scherm hier. Kom eens kijken. Hier, lijkt net of Pikachu in een computer zit. Daar. Oh, daar. Woe, inderdaad. Sick, hè? Woe, ik keek naar dit kaartje, maar nee. Daar. Ja. Ja, sick. Cool. Echt cool. Wil je ook een trui? Ja, ik heb het koud. Ja, ik heb het ook. En een lange broek. Echt? Ja, ook lange broek graag. Ik ga even een lekker lange broek voor jou halen, ja? Lange broek. Ja, doe maar een lange broek. Ik vind het echt serieus geniaal dat Myron ook uit het noorden komt. Want daardoor kunnen we gewoon af en toe even van die domme grapjes maken. En een beetje plat praten. En dan komt het gewoon aan, weet je wel. Dat is gewoon grappig. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. Bolletje knakworst. Dat is ook leuk. Heerlijk. Oké, wat gaat er gebeuren? Ik ga jullie vertellen wat er gaat gebeuren. Ik ga heel erg hard aan het werk. En dan gaat Myron hier... Jij gaat gamen, of niet? Nee. Myron die gaat iets doen. Dat wil ze heel erg graag. Dus, duimpje omhoog voor Myron. Want ik denk dat het wel heel erg leuk kan zijn. Wij hebben ooit eerder een keertje met z'n tweeën... hebben wij een video gemaakt dat wij gingen shoppen in Antwerpen. Dat was echt superleuk. Toen heb ik een outfit gekocht voor jou. Ja. Toen heb jij een outfit gekocht voor mij. Meerdere outfits voor elkaar. Dat was echt superleuk. En nog steeds de kleding die we toen hebben gekocht voor elkaar... dragen we allebei best wel vaak. Wauw. Let's go. Wow, I like. Ooh, nice. Snack. Dus, toen zei Myron, lijkt het je leuk als ik voor jou online ga shoppen en dat ik voor jou outfitjes ga kopen en dat je dat dan binnenkort gaat aanpassen voor de vlog. Dus, dat is wat we gaan doen. Ja. Ik wil heel graag twee outfitjes. Twee maar. Jij vindt het echt leuk, hè? Ja, ik wil wel drie. Drie? Ja, drie. Drie outfitjes. Je kunt me ook wel een thema's geven dan, hè? Thema's? Bijvoorbeeld een goede zomerdag of zo. Ja. Een outfitje voor een zomerdag. Een outfitje voor een koele zomeravond. Ja. En wat hebben we nog meer? Sportief outfitje of zo. Ja, ik vind het goed. Oké. Nou, top. Wat voor mijn budget? Ja, je budget. 54 euro. Zo weinig? Ja, 54 euro. Daar moet je mee doen. 450 euro. Zoveel? Nee, dat is te veel, hè? Ja. Doe maar 300 euro. Oh, daar kan ik wel wat moois van kopen, hoor. Ja? Echt wel. Oké. Maar ga jij dan ook binnenkort een keer wat weer voor mij bestellen? Dat je een keer bij mijn outfitjes ook shopt. Is goed. Ja?
Ja, vertrouw je mij dat toe? Ja, vorige keer ging het ook goed. Ja, klopt. Oké, okay. Nou dan nogmaals, ik ga even hard aan het werk. Ik ben heel erg benieuwd wat Mario nou allemaal gaat bestellen. En dan ga ik even nogmaals heel hard werken. Nou en, ik heb gewoon even zin om Call of Duty te doen, oké? Maar die speler die lijkt heel erg op Milan, hè? Ja, klopt. Deze lijkt echt zo extreem op Milan. Behalve de tattoos dan. Ja, maar die tattoos ga ik dus... Ja, wat is het? Tattoo? Tattoos of tattoos? Tattoo. Plakplaatjes. Nu weet ik het niet meer. Ik heb een tattoo. Tattoo, dat zeg ik. Maar die tattoos mogen we dan maar in Milan maken, hè, binnenkort. Ja, oh, maar dat kan je ook bij mij doen vandaag. Ja. Dat is leuk. Ja. Nice. Ga ik eerst je kleding bestellen en dan daarna... Ja, oké, okay, sick. Oh, dat wordt echt nog leuk vandaag. Woe! Dat wordt echt leuk. A few moments later. Zo. Ga je dit bestellen? Nee. Maar nee, ik ga wel weer een beetje out of the box denken. Ja, een beetje out of the back? Out of the back. Nou, laat me even. Ik kom niet aan mijn woorden. Ik wilde nog even zeggen dat ik nog steeds zo blij ben met mijn computer. Ik bedoel, check hoe gruwelijk dit beest is. Ongelooflijk. Ik kan gewoon alles op de hoogste kwaliteit spelen. Dat is echt sick. Ja, Marvin zit mij te bespieden, maar ik kan haar niet zien. Nee. Jij kan mij zien door de computer. Ja. Maar wij kunnen haar niet zien. Dat is echt apart. Maar het is echt heel erg sick, mensen. Die kwaliteit is echt insane. Ga jij rijden of ga ik rijden? Nou, ik denk dat ik maar eventjes ga rijden. Ja, ga jij rijden? Ja, mijn scheenfoon. Ik had hem niet gedrukt. Ik zat niet op een verdieping gedrukt, dus anders blijf je hier heel lang staan. Dat is ook wel gezellig, toch? Ja, wel gezellig. Maar je durft niet dat ik ga rijden? Nee. Ja. Nou, voor de mensen die het vergeten zijn, dit gebeurde de vorige keer toen ik ging rijden. Gaan we? Oh! Ah! Remmen! Vind je het grappig of zo? Ja, ik heb alles onder. Ik schrik me zo. Ik zat nog in die trui. Pas nou op! Het is wel een beetje een motorgeluid dit. Hoe harder we gaan. Het is zondag, winkels gaan dicht na 6 uur overal. Alle? Ja, en het is 6:15. Echt alle? Ja, dikke vette pech. Weet je zeker? Ja, weet ik zeker. Ja, dit is mooi vervelend. Geen feestje. Echt alles is dicht. Ja, dat zei ik toch? Maar hey, toch feestje gehad op de fiets. Wat stom. Ga jij nu maar rijden? Dat is dus geluid, ja, dat is dus dezelfde auto die we vanmiddag tegenkwamen toen we gingen skileren. Toen we net weg wouden, toen we reden hier ook. Ja, jij dacht dat het Ferrari was. Ja, dacht ik echt. Een hele oude. Ik vond het wel moeilijk te geloven. Als dat een Ferrari was, was die heel duur. Onze hele oude Ferrari is echt heel duur. Ja, klopt. Die zijn heel geld waard, omdat er heel weinig... Omdat er heel weinig van gemaakt zijn. Omdat er nog heel weinig van zijn. Gewoon elke keer als ik praat, als jij praat... Wat wil je zeggen dan? Oké, zullen we naar huis?
Maar wat moest... Wat moest je hebben van de winkel dan? Spekjes. Spekjes? Ja. Nou, heb niet nodig. Nee, is mijn toeter. Ja, is jammer. Nee, is niet. Pas op, pas op. Oh, we vielen bijna van de fiets. Geef mijn toeter terug. Ah, oh, is mijn toeter. Nu weet ik pas hoe irritant. Nu weet ik pas hoe irritant het is. Dan ga ik Mario maar even helpen in de keuken. Jeetje. Goed hè? Mm-hmm. Ik ga de vaatwasser even uitruimen. En dan ga ik hem ook weer even inruimen. Ja, een beetje just in time. Oh, lekker. Dat heb je goed gedaan, Mario. En heb je de nieuwe ingrediënten aan toegevoegd? Ja. Ja, wow, wat scherp voor jou. Ja, ik zag olijf, ik zag asperges. Ja, asperges, lekker. Andere dingen in. Jij kon gratis mee eten. Ja, de eerste heerlijk, keer nou, niet echt gratis. Pas, niet echt zeg maar mijn was de beste gegeten. Was gewoon met jouw aanwezigheid. Zeker. Nou, leuk dat je er weer bij bent. Oh, ik vind je haar nog steeds vet. Kan je er een beetje aan wennen als je opstaat en in de spiegel kijkt? Of kijk je gewoon ik nooit in de spiegel? Mogelijk. Ja, ik dacht het al. Ik kijk gewoon nooit in de spiegel. Het was wel dat ik elke keer s'avonds ik ga tanden poetsen, dat ik dan kijk en dat ik dan even zit van... Oh ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, ik moet even wennen. Ja, snap ik. Ik ben er nog niet helemaal aan gewend. Nee. Maar ik vind het wel vet. Elke keer als ik kijk denk ik, oh ja, wel gruwelijk. Cool. Ik ben blij mee. Ik ben benieuwd dat als je over 10 jaar zeg maar de vlog terugkijkt, of je dan ook nog zo cool vond. Nou ja, misschien wel. Weet ik niet. Ja, weet ik denk als je dan... Als ik het dan niet cool vind, dan heb je spijt van je daden van vroeger. En ja, die zijn er. Maar niet dit. Maar niet dit, oké. Okay, nee. Fijn. Nou, dan doen we nog eventjes als laatste geitkaas eroverheen. Godverdamme. Ja. Nee, dat is lekker. Ja. Dat is echt heel erg lekker. Kijk, allemaal van die kleine balletjes geitkaas. Maar hoe hebben ze dat gemaakt? Hebben ze dan geiten in de fabriek die dit dan in elkaar ballen of zo? Nee, 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 die poept dit uit. Dit zijn gewoon uitwerpselen van een geit. En die dan mixen met melk. Dit moet je in iemand chocolademelk doen zeggen dat het een mini marshmallow is. Ja. Inderdaad. Mini marshmallows en dan gewoon geitenkaas. Ja man. Lekker dit. Het lijkt inderdaad op spekkie. Allemaal kleine drolletjes. Het eten is op. Nu is het tijd om met z'n allen eventjes tot rust te komen. En onze zorgen links te laten liggen. Milan, leuk dat je ook deze sessie gaat bijwonen. Ik ben even aan het kijken naar mijn zorgen. Nee. Die liggen links. Je gaat deze sessie bijwonen. Want hier worden wij rustig van. Relax, we komen in een bepaalde zone. Oftewel vibe. Zen. Goed gezegd, Marvin. We worden zen. Ik ga het er even bij pakken. Ja, dit is top. Dit is echt hartstikke helemaal mooi. Wij gaan vandaag met z'n allen... plantjes kleuren. Are you kidding me? Kijk, we hebben... Voor mijn lieve mama. Ja, we gaan een plantje kwasten voor mama. Voor onze lieve mama. Waarom? Een kwastje. Het is bij mijn moederdag. Oh, het is bij mijn moederdag. Ja, daarom. Oh. Dus, wij gaan samen eentje voor mama maken. Want we hebben 5. Mees en Lars en Nicole en Marvin willen natuurlijk ook heel graag eentje maken. Dus wij gaan met z'n tweeën aan deze plant werken. En dan gaat de rest bezig met de andere plantjes. Jeetje. Nou. Gaaf, hè? Je hebt zelfs nog een briefje bij, dan kan je wat liefst voor je mama neerzetten. Goede kleurpot. Ja, ik heb wel wat liefst voor mama. Goede kleurpot? Oh, er zijn kleuren potten, verschillende. Volgens mij heb je de rode. Ja, je hebt de rode, die wou je toch? Ja, rode pot. Super. Ik heb ieder jaar op school, ik heb op 3 of 4 verschillende middelbare scholen gezeten. En iedere school... Bij kunst en hoe heet die? CKV. Cultuurkunstzinnige vorming. Ja, kunst en tekenen en al die meuk. En ik had altijd 4 en 3 en ik deed echt mijn best. Toen heb ik het gewoon, toen ik van de middelbare school afging, gewoon opgegeven. Gewoon, ik ga niet meer dingen doen die creatief zijn of. Het zit hem nog tekenen. Dwars, jongens. Het zit hem nog dwars. Ja, mevrouw, hoe heet ze? Weet je gewoon. Nee, piepen. Oké, okay, raadje. Kijk, nee, rustig. Zonder de teken. Hou meteen. Oké, wij gaan. Nee, rustig. Chateau. Chateau. Waarom pak zeg je dat? Santé. Santé. Of chapeau. Santé of chapeau. Kijk, Milan. We hebben hier 4 kleuren.
Hoe wil je dit aanpakken? Heb je een bepaalde wens? Een bepaalde techniek? Ja, waar is de Alt F4 knop? Nee, je komt hier even niet weg, Mino. Oh. Dit is voor rust en balans. Hoe ben jij hier nog rustig, Topper? Hoe word jij hier rustig van? Ik word rustig van jou. Hoe word je rustig van mij? Ik zit alleen maar te klagen. Ja, maakt niet uit. Daar word ik rustig van. Echt? Oké. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik wil graag... Zit er niet uit? Eruit? Oh nee. Gaan we het eruit halen? Ik zie niemand dat doen. Nee, Sander in laten zoeken. Maar je moet nooit naar anderen kijken. Nee. Nee, dan krijg je hele slechte vlogs. Oké, dan gaan we beginnen met rood. Ik zou niet eens weten. Tenminste, ik begin met rood. Het is wel moeilijk verven dit. Ik had graag iets makkelijks willen doen. Weet je wat dat moeilijk was? Zo! Zo, dit is wel fijn verf hoor. Hij pakt de kleur heel goed. Oh, dit is goede verf. Ja, dit is top hoor. Helemaal leuk. Het is echt top dat ik wit heb aangedaan, zeg maar. Als ik één keer nu spetter, dan is het meteen op mijn shirt en dan ben ik klaar. De enige die mag spetteren is Spetterpan Johan. En meneer Spetterpoep. Shoutout naar Johan. Spetterpan Johan, daar haal ik altijd mijn eierballen. Ik mis die eierballen echt, serieus. Ja. Oh, wat doe je dit leuk. Kijk, daar krijg ik inspiratie van. Ja, alle topjes blauw. Ja, dat is wel top. Maar ik heb hier al eentje helemaal rood. Overleg even, communiceer. Paars, dan maak je ze paars. Kijk, ik heb dit helemaal... Maar je kan er overheen, als dit droog is, kan ik dit blauw maken. Oké. Kijk. Oh, nu al. Nog steeds. Oh, verrek. Oh, jongens, wat kom ik hier tot de rust, zeg. Ja, dat bedoel ik. Wow, dit is gaaf glas nu. Kijk dan. Welke YouTuber is dit? Top of the morning to you, ladies. Top of the morning. Die weet je niet. Welke YouTuber is dit? Nee, je moet eerst... It's the year of summer. Welke YouTuber is dat? Iets met een R. Zijn het toevallig broers? Ja, ken Nick en Simon? Ja. Zo zijn wij ook, maar dan Milan en zo. Ja, want Nick en Simon zijn broers. Ja, dat zijn gewoon vrienden. En zo, wat is dit? Let op. Wat is dit? Ik zijn allemaal niet vrienden. Hallo! Jij bent echt leuk! Jij bent ook vet. Nee. Oh, dat is plantaardig. Nou, zullen we even die de kleuren mixen? Ja, laten we het doen. Kijk dan, hoe gaaf die nu al is. Ik vind het echt leuk om dit met mijn broer te doen. We komen ook een beetje dichter bij elkaar zo. Wat wil je nu doen? Mengen. Geel en rood mengen. Wat krijg je dan? Oh, vind jij je thuis? Oh. Oranje. Goed zo. Nice. Ja, gaan we dat doen? Dan krijg je toch oranje of niet? Zit aan elkaar, ik wilde alleen die rode pakken. Die je wel schoon hebben afgemaakt. Ja. Gaan deze mengen? Ik heb mijn schoon niet afgemaakt. Heel goed. Wel je middelbare schoon. Ja, even kijken hoor, mensen. Iets meer geel. Ja, we hebben veel meer geel nodig. Nou, iets. Wat wordt dit? Er wordt nog niet echt... Wauw! Wordt al bijna oranje hoor, dit. Je hebt sommige woorden die bestaan, zeg maar. En als je één woord, of één letter bedoel ik, toevoegt aan dat woord, is meteen een complete andere betekenis. Dat is toch raar? Zoals in plaats van koe, en dan zet je een kade achter, heb je koe. Ja. Dat bedoel je? Ja. Hoe wil een buitenlander, zeg maar, die dan deze taal leert... ooit begrijpen dat een koe geen koek is? Nou, omdat je koe schrijft zonder een K. Of koe. Ja, maar als je het heel snel uitspreekt, is het cool. Zo moeilijk om dan te... Hoor dit, koe, cool. Ja, koe. Cool. Zo moeilijk. Maar het zit toch in de zin? Daarbuiten staat een koe. Dan ga je toch niet zeggen, daarbuiten staat een koe, dat je denkt... Huh? Ja, maar je kan ook zeggen, daarbuiten staat een koe. Een koele koe. Denken ze, koe. Oh, en dan? Een koele koe. Wow. Ik vond het gewoon heel apart. Heel verrond. Ja, deze sessie brengt jou echt op een zweverig plek. Kijk, ik heb oranje gemaakt, mensen. Is dat wel genoeg? Ja, dat is wel genoeg. En zo, ik wil eigenlijk stoppen nu. Ja, ik weet het. Weet je waar we dit aan denken? Dit doen we heel denken aan. Dit is een soort strafkamp voor jou, dit. Ja, klopt. En zo, ik wil even stoppen. Echt heel serieus ook. Ik wil eigenlijk stoppen. Wow, die van jou wordt ook gaaf, hé. Maar we gaan straks die van de andere zien. Jullie kijken nu nog naar de gaafste. Ik vind wel heel erg nice hoe goed die verf erop blijft zitten.
Dat is echt sick. Ja, dat verbaast mij ook. Inderdaad. Ja, dat is echt hele goede verf, hè. Je moeder heeft geen troep gegeven, Nicole. Dat zou ze niet durven. Nee, dat komt in de vlog. Dat bedoel ik. Nou, wat voor troep ik nou van de moeder van Nicole gekregen? Nee, dit is echt goede shit. Hoe heet je moeder? Ellie. Hoe gaat het ook in Zimbabwe of zo? Ik bedoel geen Zimbabwe, ik bedoel Simba. Simba, dat bedoel ik. Himalaya. Himalaya. Ja. Dan moet je maar optillen, op een berg staan. Ik ga je zo even optillen, ja? Nee. Moet hij een luier aan? Moet hij wel een luier om? Ja. Ik zie het ook nog voor me. Roze haar, Milo met een luier, uit het raam hier. Maar ik kijk dan ook zo, toch? Zo. Wow. Ik ben echt klaar. Nee, hè? Is nog niet klaar. Nee, wel. Dat was, dan was echt een oprechte zucht van, ik zie het echt gewoon echt niet meer zitten. Ik vind het wel leuk dat Milan zo af en toe even langskomt en zichzelf laat zien of wij bij hem. Want die jongen die zit anders gewoon alleen maar alleen thuis. Wow! Oh, oh! Nee! Oh, wat doe je? Oh, wat te gek! Stop even gereden. Gast! Van yo! Nou. Je kan dat niet. Als je het doet, doe het dan goed. We hebben ook een paar zwarte en een paar bruin. Effect. Dit is, kijk, daarom kregen we een 4, maar wij hebben wel kunst. Ja, en als we nou het laatste gedeelte en zo. Ah, ja, dat is heet. Ja. Zo heet, oelewapper. Nee, Milan, wat ga je nou doen? In het midden. En op het begin werd nog gevraagd door Milan. Gaan die plantjes niet dood door al dat verf? Nou, als ze niet sneller dood gingen, dan gaan ze dat nu wel. Ja, ik had er gewoon geen zin meer in. Ik hou echt van dit soort dingen, priegelwerkjes. Ik hou echt van dit soort dingen, priegelwerkjes, zegt Marvin. Ik ga straks die van Marvin aan jullie laten zien, dat is ook echt bizar. Zo. God, nee, ik heb het op mijn shirt. Oh nee. Kut, sorry. Dit is... Oh. Deze heb ik net schoon uit de was. Zelfs hier. Is het zo'n dag? Nou, maar dat is waterbasis, joh. Nee, dat is het niet. Het is het wel. Volgens mij wel. Ik heb dit net in het water gehad. Nee, het is ook zo, ik heb het net in het water gehad. Ik heb net mijn vinger in het water. Oké, Lars, die komt er dus achter dat je dit heel moeilijk van je handen krijgt. Maar jij hebt echt een mega rode stip op je voorhoofd. Ja, wat nu? Ja, dat krijg je er moeilijk vanaf. Maar kijk, dat laatste stukje. Kijk hoe mooi die is, mensen. En vooral dat Van Gogh patroon. Dit zo aan de zijkant. Dat is wel gaaf, toch? Zie je dat allemaal? Dat is niet helemaal hoe het moet. Zo, hij zit er weer in. Ja, een beetje botsend op de tafel, maar boeien. Hij viel even uit het bakje. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind dat wel een leuke toevoeging wat jullie gedaan hebben. Ja, hè? Ja, zeker. Zo, die van jou is sick, hé. Je hebt ook geen één keer gemorst op een andere. Bijna niet. Yo. Wow, die van... Ik heb te veel gemorst, dus toen dacht ik, dan gaan we helemaal los. Zo, die is wel gaaf, hoor. Die is wel echt heel cool. Zal ik ook gelijk maar echt de mooiste laten zien? Ja, laat maar zien even. Super vet. Wow. Deze is minimalistisch. Ja, nee, ik dacht ik doe met die streepjes en zo. Ja, je had gewoon geen zin meer. Nee, dat was gewoon mijn idee. Nee. Wow, dit is wel sick hoor.
Dus wow, al die strepen zo, kijk dan. Heel veel mossen, maar niet op je shirt. Zo, vind je niet, Milan? Ja, die is heel vet. Ik heb echt sick gedaan. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat zeg ik, ik morste het per ongeluk telkens op alles. Dan dacht ik, nou, dan blijf ik gewoon doorgaan. Wow. Goed, nu even ruiken. Ruikt hij ook nog lekker? Zit een beetje in. Kijk wat ik heb. We moeten nou, oh, dat ben je vergeten. Je moet natuurlijk eerst dit doen. Kijk, dit moet je eerst doen. En dan dit. Zo werkt dat wel. Ja, klopt. Juist. Dit is nice. Dit is het. Er is niks veranderd. Hij rookt alleen niet. Voilà. Et voilà un vite blanc voor monsieur. Nee, madame, toch? Oh ja, voor madame. Maar goed, nu gaan je moeder opsturen. Ja, nu moeten we nog opsturen naar mama. Beetje water geven. Nou, gaan ze groeien. Zal hij vast wel sneller van groeien. En zo, jij zegt wel dat je dit leuk vindt, maar jij bent net zoveel aan het kutten als dat ik heb. Ja, maar ik wilde gewoon even iets gezamenlijk doen met jou. Nou, ik vond het ontzettend leuk. Mooi. We hadden ontzettend even weg. Ik vond het leuk. Ja, oprecht. Ik vond het wel leuk. Mooi zo. Nu moeten we een brief maken voor mijn moeder. Ja. Wat jij zeggen, hè? Ja. Ik nam even jouw tekst over. Ja. En zo heeft hij achter zo'n heel script. Kun je zo overlezen. Oké. Okay, nu moeten we een brief maken voor mijn moeder. We hebben iets leuks verzonnen. Daaronder staat... Enzo doet een zin... En dan doet Milan daaronder een zin en dat moet rijmen. Oh ja. Dus ik zet als eerste, lieve mama, speciaal voor jou deze plant. Helaas komt dit niet in de krant, maar mocht je iets eigenaardigs ruiken, sluit dan daar beneden de luiken. mooie toevoeging, Lars. De liefde voor jou in vuur en vlam. He, vuur en vlam. Lieve mama, speciaal voor jou deze plant. Helaas komt dit niet in de krant. Maar mocht je iets eigenaardigs ruiken, sluit dan daar beneden de luiken. De liefde voor jou in vuur en vlam. Dit haalt makkelijk 1000 likes op jouw Instagram. XXX Milan en Enzo. Nou, dit is fantastisch. Ik denk dat zij helemaal kapot gaat van het lachen en dat ze dit fantastisch vindt. En dat ze altijd een plant wil voor moederdag. Wat leuk. Voor mijn lieve mama. Heel goed gedaan, mama, als je dit ziet. Fijne moederdag. Ja. Nou, mam, dit is voor jou. Leuk. Het komt naar je toe, mam. Verbrand en wel. Ja, hij is klaar. Ja? Ja. Sick, hoor. Heb je ook de pot geverfd? Echt heel erg nice. Nee, hij hoort in deze pot, trouwens. Oh. Zo, kijk eens even. Deze is van Myron. Laat je allemaal potloodjes. Super mooi, hoor. Deze is echt nice. Ik zie nergens gewoon een foutje of zo. Nou... Nee. Echt sick. Nou, echt heel erg mooi. Ik heb me goed de best op gedaan. Ja, dat zien we. Myron is zeg maar die persoon in de klas die dat zeg maar altijd een 10 haalt. Dat is Nicole, hoor. Dat is het vind je ook in hier. Ik niet. Ja, nou, jullie allebei dan. Nee. En dan zitten wij hier te struggelen. Een ja. Beetje moeilijke creatieve breinen die we niet hebben. Nou, ik heb dat idee van jullie gejat, hoor. Ja, dat zie ik met die puntjes, ja. Oh. Ja, dat heb je van Milan gepakt. Ja. Heb je een schaar, knippen die puntjes eraf. Ja, dat was best wel even een leuke bezigheid. Ik weet niet of het heel rustgevend was. Dat heeft wel wat frustraties omhoog gehaald. Maar het was toch leuk. Ik ga heel eventjes pingpongen met Myron. Dit is serieus de eerste keer dat ik met Myron ga pingpongen. En dan op deze tafel hier in huis. Ik wist niet dat je dat zo goed kon. Dit is echt sick. Ja, kijk maar eventjes. Ik zet de camera hier neer. Spelen we nu gewoon... Ja, kijk dan hoe ze dat doet. Kijk dan. Voor de fun spelen we. Dit is echt sick. Ja, we spelen gewoon voor de fun. Hier. Dat doe je echt netjes. Hier, kijk dan. Wat? Ja, dit doet ook van links naar rechts. Oh. Ja, dat je gewoon een beetje zo in de hoekjes doet. Oh, ja. Dat je bijvoorbeeld dit doet en dan daarna die kant. Hij raakt de tafel niet eens. Ja, hij raakt de tafel niet.
Je gaat door, man. Is goed, rust gaan. Later. 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 Dankjewel voor het eten. Hoe met die rode stip nu over straat, hè? Oh. Ja. Klopt. Hij heeft nog steeds die rode stip op zijn kop. Wow, soms hou je echt ballen tegen en ik denk, wat? Echt sick. Ja, ik heb dus gepingpong tegen Mees en Lars. Wow, die was nice. Oh, die was nice. Oh! Eerst helemaal rechts, toen helemaal links en toen op dat net. Maar dat is zo vervelend als dus je die bal slaat, tenminste een tegenstander. En die komt zo en dan komt hij er net overheen. Ja, je kan dan niet zo snel zo. Ja. Ja, je kan dan zeg maar dit en zo en dan... Ja, inderdaad, dan gooi je het bedje. Maar ik heb 6 potjes gespeeld tegen Mees en ik heb 6 potjes gespeeld tegen Lars. En ik heb ze allemaal gewonnen. Dus ik ben onverslagen in huizen knol. Ik ben nog niet tegen Nicole en mij. Nee, ik heb maar niet je tegen speelt wel beter dan ik, dat merk ik wel. Nee hoor, jij hebt nog wel meer onder. Oh, die had jij. Dat was zo'n balletje, jij had hem. Ja, maar jij zit wel meer onder controle. Maar dit is ook mijn eerste keer. Je hebt wel wat potjes gespeeld. Ja, dit is jouw eerste keer pingpong en je doet het echt super goed. Ik vind het echt knap. Ken je de Chinese serveer? Ja, dat ga je zo. Oh, sick. Je hebt verschillende serveermogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld gewoon zo met de backhand zo. Dat is eentje. Maar je kan ook deze. Gewoon. Dat is ook eentje. Die gaat ook best wel snel. En dan heb je dus die een gekke Chinees of zo. Ja, maar weet je wat ook echt sick is met pingpong? Zeg maar als je staat te kijken professioneel. Dan staan ze echt zo ver van de tafel, hè? Ja. Dat is echt sick. Oh, nee. Ik doe altijd gewoon deze. Ja, maar die is ook goed. Hoppa! Tet! Ik vind backhand spelen heel fijn. Ik doe bijna alleen maar backhand. Dat is dit. Ja, dat is dit. Nooit dit. Ik doe bijna nooit dit. Alleen als het zo moet, zo. Voor de rest doe ik alleen maar die. En dan heb ik het gevoel dat ik zo naar beneden kan slaan, zo goed. Ja, dat je dit doet, dat is echt sick. Dat is echt nice. Waarom? Nou, omdat het zo snel heen en weer gaat. Geniaal. Ik wil serieus wel eens weten of jij kan winnen van Mees of Lars. Ik denk het wel. Ja? Ja, denk ik serieus. Als een smash lukt, als een smash lukt zoals die, zo wat harder, dat is echt super chill. Ik had daar wel altijd een hekel aan als ze dat deden. Ja, omdat je dan sneller punten kan maken. Ik zou die niet houden ofzo. Ja, om smashes te houden is moeilijk. Snelle service en je sloeg hem vet mooi in de hoek. Oh. Je probeert echt om die hoekjes nu te gaan. Oh. Dat bedoel ik. Dat is echt sick. Ik deed zo'n zieke effect en dan ging gewoon die tafel af. Net zoals nu. Ja! Oh mijn god. Ik zit zo'n zieke flesje. Oh! Nu smash hij hem keihard goed terug. Oh, maar zo'n effectje is wel echt lachen. Oh! Ik sloeg deze keer met effect naar mij toe. Dus als hij dan daar net over het net komt, dan komt hij weer terug. Ja, dat zijn echt van die... Oh! Wit puntje zou net zijn. Een effectbal op het randje, op het witte. Oh! Ja, die effectbal te geven is wel echt super leuk. Oh, nice, nice, nice. Oh! Myron is even snel aan het plassen. Laten we haar een keertje laten schrikken. Myron! Oh. Gelukt. Gelukt. Je laat mij niet zo vaak schrikken. Nee, daarom. Dat zei ik ook tegen de kijkers. Die zo... Oh. Ik heb wat post binnengekregen. En ik maakte een klein stukje daarvan open. En ik zag al wat het was. Echt? Ja, echt super tof. Ja, is het leuk?
Hoe sick is dat? God. Ik heb gewoon een mega Charizard kaart gekregen. Wow, dat is echt heel lief. Ja, dat is echt sick. Maar er zit nog iets in, toch? Een paar Pokémon. Oh, what? Oh no way! Dat is een glimmende Pikachu. No way! Wow! Pikachu glimmend. Wat? Die moet achter je computer. Oh mijn god, Jesse Dijk. Wat sick, hé. Wauw. Sick. Wat? Oh, en een glimmende Machop. Wow. Oh, die doet de dab of zo. Sick, inderdaad. Zo vet, hè. Echt zo ontzettend vet. Dat vind ik heel cool. Echt heel lief. Ja, ontzettend lief. Die wow. Pikachu, wow, die is echt mooi. Die is mega cool. Die glimt ook zo mooi met de regenboog erbij. En deze vond ik ook super creatief gemaakt, kijk. Dat is echt leuk. Dat is leuk, niet? Ja, dat is heel leuk. Dat vind ik echt super cool. Hier, Nicole, kijk hoe gaaf. Een ei, en dan maak je hem open. Ah, die is echt leuk. Ja, dat vind ik echt creatief. Heel erg lief ook. En met jou wil ik wel een jaar in quarantaine. Oh. Dat is ook heel erg lief. Ik heb het nog niet gelezen. Lieve Enzo, ik ben al heel lang fan van jou, maar vind het heel erg jammer dat ik niet even met je op de foto kan als ik je tegen zou komen. Waarom? Ik woon in Zweden. Wow. Dat is ver weg. Ik studeer politiek en alles hier om me heen is natuurlijk in het Zweeds. Dus daarom kijk ik als beloning voor mezelf altijd jouw superleuke vlog. Blijf je toch nog een beetje Nederlands. Haha. Ik vind je... Haha is altijd zo stom om te lezen. Haha. Ik vind je echt een heel leuk mens en stiekem vind ik jou heel leuk. Ik denk aan je. Lief Suus. Nou, ontzettend lief Suus. Dankjewel. Echt heel erg lief. En, dit heb ik ook opengemaakt. Oei. En toen keek ik, toen zag ik al iets. Oh, alweer? Mensen die hebben het door, joh, dat ze jou hier blijven. Oh, wow. Dit zijn er heel veel. Dit is veel te lief. Dit zijn er veel te veel. What? Oh my god. Wat is dit? Ik weet er, oh, dat is het kaartje. Ik weet een gekkigheid niet waar ik moet kijken. For you. Ik hou ervan om je vlogs te kijken. En ik zag dat je Pokémon kaart spaart. Joran. Wauw, dit is te lief, mensen. We hebben hier dus twee mega kaarten. Dat is echt heel erg nice. Gewoon en ook beide glimmende, of zijn die altijd glimmend? Ja, volgens mij zijn die grote altijd glimmend. Oké. Wow, Rhydon. Glimmend. Rhydon. Jangmo. Lucario. Parasect. Wow, allemaal glimmende. Dit is zo lijp. Zo lief weer. Binnelby. Geniaal hoor. Bastiodon. Parasect. Wow! Een GX-kaart. Wishy-washy. Deze kaart is een wishy-washy. Wauw, dit is echt. Wow, Meowth! Die is ook zo cool. A zelf, B zelf, C zelf. Totodile! Oh, die is mooi. Totodile is ook zo cool. Malamar. Lunatone. Snowball. Snowball. Sissi Samathaya, Burmy, Baldor. Ja, dit is echt geniaal. Kijk wat ik heb. Nice. Oeh. Ja. Nice. Pikachu glimmend. Die is sick. Kabam. Ja, ik vind deze heel nice. Ja, deze is ook sick. Die Charizard. En dan heb ik nog iets, maar dat is voor iedereen. Waar heb ik dat gelaten? Hier heb ik ook nog mijn eigen Pokémon kaart. Mega van Meowth. Oh ja. Yeah. Dus de verzameling wordt steeds groter. Maar hier nog echt super lieve mail. Hoi Enzo, Myron, Mace, Nicole en Lars. Ik heb veel bewondering dat jullie zo lang met elkaar zitten. Ik vind de quarantainevlog superleuk. Ga ze door. Hou nog even vol. En ik heb voor jullie allemaal een kaartje gemaakt. Dan gaan we naar de eerste. Huizenknol. Dit is echt serieus super geniaal. Ook met het haar van Johnny. Johnny, ik heb Johnny al lang niet gezien, joh. Lars. Baardman. Sunny Side Up. Petersen. Peter Zondag. Peter Zondag, ja, ja. En dan hebben we hier Nicole. Paashaas. Oh. PS. Je hebt echt een leuke kledingstijl. Nou, dankjewel. Dat is lief. Super lief. Dan hebben we hier Mees. Oh, ach, mooi in het groen ook. TikTok Master. Hey, Mees de TikTok Master. Yeah, yeah. Dan hebben we hier Myron. Koeps. Stoere meid. Nagelstylist. En een pechvogel. Ja, dat ben ik wel een beetje. Ja, dat komt ook wel een beetje door mij dat jij pechvogel bent. Ja. Ik doe je heel vaak pijn. En dan hebben we hier Enzo Knol. Peddelman. Oh mijn god. Van het kano, hoor. Van alles wat je kan kiezen. Peddelman. Maar ik heb ook met peddelen Olympisch goud. Hè? Wanneer gaan we weer peddelen? Ja, als het mooi weer is. Ja, dat is wel goed ja, idee. Maar ja, dus vandaag is skileren mooi weer. Binnenkort weer kanoën. Ja. Het is ook wel leuk om met de andere ook een keer te kanoën.
Slagboot. Ja, we moeten nog een boot halen. Kunnen we met z'n vieren kanoën? Ja, dat is wel echt geniaal. En wie kan er dan weer niet mee? Jij hebt al gezegd dat je niet mee wou. Ik wil voor in de boot zitten en niks doen. Nicole wil zeg maar eten mee in het bootje en dan geen peddels en niks doen, maar wel vooruit. En eten. En daar is Lars voor, hè? Ja. Maar Lars heeft al gezegd dat hij niet met haar wil als zij niks doet. Nee, ik doe het mee. Kan je niet gewoon zo'n boot aan een van jullie boten vast met zo'n touwtje en dan ga ik in die achterste boot liggen en dan trek ik die vooruit. Ja, ik moet mijn vaarbewijs nog halen. Ik zou eigenlijk vorige week voor mijn vaarbewijs gaan, maar ik kon niet doorgaan, helaas. Yep. Maar dat komt er nog wel aan. Ik dacht in de zomer kan ik dan bootje varen, jetskiën, dat soort shit. Super sick. Maar goed, ik ben hier mega blij mee. Dit is echt super lief, dankjewel. Echt waar. Ik ga vannacht de wekker zetten en dan ga ik even mijn Pokémon-kaarten bekijken. Zo, hé. Oh, Pikachu. Wow, dit is mooi. Ja, ik ga nog even een mapje bestellen en dan... ik ben gewoon een Pokémon-verzameling begonnen. Eigenlijk zonder dat ik het wist. Gewoon voor de grap kocht ik af en toe een paar pakjes. En nu ben ik een verzameling begonnen. Omdat mijn moeder heeft volgens mij mijn verzameling weggegeven aan mensen. Ik had echt een mega verzameling. Dat meen je niet. Ja, echt super, super zonde. Ik heb zonde. Verkocht. Jij hebt verkocht? Dat vind ik nu wel zonde. Ja, is super zonde. Zo'n verzameling is echt leuk. Ja, tenzij je het geld nodig hebt. Sommige kaarten zijn wel echt wat geld waard. Niet echt hier tussen zitten, geloof ik. Maar dit is mega vet. Super. Oh, 16,15 voor Myron. Myron. Dit is het eerste potje dat Myron en Mees tegen elkaar spelen. Ja, eerste officiële potje van Myron dit. Oeh, 20-19. Maar moet je met 2 punten verschil? Ja. Ja. Dus je moet hem nu maken. Yes. Oh, yay! Sick. 21-19. Myron tegen Mees. Ja, echt, ze is goed hè? Ja, dat was een stukje beter dan Lars. Nou, ga nu eens tegen Lars dan, Myron. Sick hoor, Myron. Echt. Maar ik denk ook dat iedereen weer anders speelt, waardoor je bij de één... Misschien is Mees wel beter dan Lars, maar heeft Lars een andere tactiek die bij mij dan weer niet matcht, snap je? Ik ga me zo zien, als je kroker valt, dat je zei dat Mees beter is. Maar ik speel ook anders tegen Mees dan tegen Lars. Oh ja, nou, dat kan ik niet. Oh, ja, maar dat... Jij bent wel zo goed dat je ook met effectjes in. Nou, ik word er helemaal warm van als je dat zegt. Dankjewel voor het compliment. Oh. En wat vind je ervan, Lars? Ja, dit is ze kan wel spelen, hè? Ja, potverdikke mee. Myron heeft gewoon verborgen pingpongtalent. Jeetje. Kan je ze ook uitpoepen, die pingpongballetjes? Ja, ik krijg er warm van, hè? Pingpongkampioen. Somebody come get her. Dancing like a stripper. Die Mees die zit ook paaseitjes te vreten, jongen. Alsof zijn leven ervan afhangt. Wow. Hij eet zoveel paaseitjes. Niet heel langer paas, hè? Helemaal niet meer. 19-18 voor Myron. Weer? Oh, nee. 20-18 voor Myron. Hetzelfde ja. Potje als met Mees. Ja, matchpoint voor Myron. Oh, 20-19. Als je nu weer een punt maakt... Oh. Nee, opnieuw. Ja. Opnieuw. Toen stopte ik met spelen. Ja, hij stopt met spelen. Het staat 20-19 voor Myron en Lars mag nog één keer serveren. Ja. Dan was ik nu weer. Maar weet je wat bizar is? Jij hebt dus gewonnen van Mees 21-19 en Lars 21-19. Ja. Gewoon precies hetzelfde. Yay. Wil je nu tegen mij? Nee. Haha. Dan kunnen mensen zien hoe goed jij echt bent, zeg maar. Nou, niet zo doen, hè. Ja, je hebt van hun twee al gewonnen. Als je van mij wint, dan weet je zeker dat je de allerbeste. Ja, oké. Maar jij gaat heel flauw doen, dat weet ik nu al. Ik? Ja, met je effectballetjes. Nee, joh, komt goed. 18-12. Ze had 18 voor Enzo, 12 voor Myron. Oh, zag je die? Ja. 20-13, die was sick. Oh, jammer. 21. Ja, maar dit vind ik dus kut, hè, want hij gaat met die fucking effectbal. Dus we hebben van tevoren gezegd dat hij dat niet zou doen en nu doet hij het. Helemaal niet. Jawel, je speelt vals. Helemaal niet. Jawel, ik zei, jij gaat
zeker met die effectballetjes. Nee, doe ik niet. En dan de laatste drie ballen heb je gezien. Dan slaat hij hem helemaal zo, zodat hij hier zo helemaal zo gaat. Dus het is gewoon heerlijk. 2017. Wow. Dat was wel een hele, vond ik een effectbal hoor. Ja. Serieus. Maar hij deed nu ook nog effectbal. Nee. Je ziet het toch zelf. Waar was een effectbal? Ik deed geen effectbal net. Nee, deze niet, maar wel de vorige puntjes. Okay. Nadat we gestopt waren. Maar hey, ik vind het knap. Ja, ik ben super trots op Marvin. Ik vind het echt sick. Serieus, ze verbaast me en wint van Lars, wint van Mees. Echt respect. Ja, echt sick. Ja, nu moet ik maar gaan oefenen op die effectballetjes, hè? Ja. Zo, hè? Oh. Wat? Oh, jij hebt hem nog. Deze. Ik heb net wel een keer. Je moet met een draai slaan. Nee, je moet sneller. Meer flow erin. Kijk, gaat. Nee, beter. Je bent geen water aan het sturen, hè? Ik denk zo. Ja, je hebt verschillende soorten effecten. Het is serieus echt mijn dag niet. De meesten die zijn al naar bed, want het is bijna 4 uur in de nacht. Maar zoals ik al zei, het is mijn dag niet vandaag. Ik heb echt ongeluk. En ik ga het jullie laten zien. Eerder vandaag liet ik al mijn nagelschaartje vallen in de wc. En nu laat ik serieus toiletpapier vallen in de wc. En jullie zien dat het ook aardig snel gaat met mijn toiletverzameling. Die ik al had voor dit hele gebeuren. Dit is echt al van zeker een half jaar geleden. En hier had ik ook allemaal stapels staan. En dat is gewoon allemaal weg. Oh ja, en als jullie afvragen wat ik hier op mijn arm heb. Tijdens dat ik Call of Duty aan het doen was. Is Myron aardig tekeer gegaan op mijn arm. En ik moet morgen even aan haar vragen hoe lang dit blijft zitten. Want volgens mij is dit een speciale tattoo stift of zo. Juist. Nou, dat dus. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen. Ik zie het vaak in de reacties voorbij komen. De nieuwe intro is in de maak. Dus nog heel eventjes geduld en dan komt ie. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol power!